De brandweer moest in de nacht van donderdag op vrijdag rond 1:30 uitrukken naar de Zwanensingel in Wijchen. Daar stonden 3 naast elkaar geparkeerde auto's in lichterlaaien. Het blussen was lastig omdat de middelste auto moeilijk te bereiken was. Ook vatte deze meerdere keren opnieuw vlam. Tijdens het blussen ontstond een grote rookpluim in de straat. De auto's zijn met lint afgezet omdat de politie nog gaat onderzoeken wat de oorzaak van de brand was. Brandstichting is niet uitgesloten. Er vielen geen gewonden bij de brand.